Hi, goedemorgen. Ik ben hier. De boodschappen zijn weer binnengekomen. Ik heb weer een keer besteld. Heb ik een tijdje niet gedaan. Maar goed, we gaan even doorheen. Er staan hier ook nog dingen die we los hadden. Maar goed, we beginnen. Ik heb 2 dozen eieren gekocht. Dus nu hebben we er eigenlijk 3. Rijstwafels voor Wessel. Die is nog steeds op zijn healthy kick, zeg maar. Dit zijn Italiaanse roerbakgroenten. Vissticks. Ik heb lekkerbekkies. En iets met broccoli en vis. Want Wessel houdt van broccoli. Gekookte worst en salami. Om te snijden. Garland. Dit is met kruiden. Die vindt Wessel lekker. En ik heb voor hem ook Philadelphia. Met extra proteïne voor in zijn wraps. Smeerkaas. Een stuk beemster. Volledig dat ik dacht. Geen idee dat ik die gekocht heb. Ik heb ook een gewone roomkaas. Soepballetjes. Die gebruik ik niet voor de soep. Maar die gaan in de pasta. Hamblokjes. Kipblokjes voor in de wraps van Wessel. 5 keer runder gehakt. En daarachter kip gehakt. Sucadelappen. Braadlapjes, saucijsjes en tartaartjes. Cheddar geraspte kaas en gewoon geraspte kaas. Ik heb rookworsten, rechte en hele. Wij houden van boerenkool. Kuftemix. Dan heb ik hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 potten groenten. Rozijnenbollen. Pindakaas. Dit is 100% natuurlijke pindakaas. Dat vindt Wessel lekker. Zit minder suiker in. Knakworstjes. Hier staat een blikje ragout. Hier staat soep. Hier staat ook nog ragout. 3 keer amandelmelk voor Wessel. Hierachter staat orzo en allerlei pasta's. Dan heb ik bechamel, couscous. En een doos mac and cheese. Ik denk, laat ik het maar proberen een keer. Aan de voorkant Valais. 2 keer een kilo rijst. Aardappelpuree. Gnocchi. En een pindakaas. Ja, een kilo. Ook natuurlijk met minder suiker. Zit eigenlijk net zoveel suiker als in de café. Maar dat is om koekjes te maken. Dit zijn mediterrane mixen. Tagine saus en dit is abrikoos koriander. Dan heb ik allerlei tomatenblokjes. Carbonara saus. Dit is een drankje van Wessel nog. Waar heb ik die andere hier? Proteïnedrankje. Ik sta met mijn buik tegen de oven aan. Dus als je gepiep wordt is dat het. Ik heb hier allerlei pasta sausen. Dit is ook een pasta saus, maar dat zag ik nieuw. Met cherry tomaten. Dat is in ieder geval een basis. Tomatenpuree. Hier heb ik ook nog 2 blikjes pasta saus. Dat zal even uitzetten zo. Boter voor brood. Hier heb ik een hoop zakjes met kaassaus, roomsaus, gewoon groentesausen. Bakboter. Easy pool moesten we hebben. Ik heb een knoflook van pasta saus van Bartoli. Om te bakken hebben we Reese's. Nou, om te snijden, om te bakken. Hier heb ik nog een soep. Hier heb ik verse aardappelpuree en een zoete aardappelpuree. Salade. Hierbovenop bramen en frambozen voor Wessel. Hier heb ik een focaccia. Ook focaccia. En dit is ook focaccia. Maar dit zijn andere smaakjes. Huzarensalade en koolsla. Tomaten. Aardappelsalade voor Dennis. Dan heb ik 2 keer
salsa saus. Oh, een salsa en een taco saus. Chicken tonight. En wat is dit? Dit is ook. Dit is salsa. En dit is taco. Voor Dennis en dan mag hij eigenlijk niet hebben. En hij is ook binnen ineens. Maar hij gaat naar boven. Hier was de chicken tonight. Hier de fly topping. Dat mag hij eigenlijk niet hebben. Maar als toetje op een beetje kwark. Nou ja, ach. Hè, hij vindt dat lekker. Hij is echt een zoete kou. Een komkommer. Een mix van spersieboonschotel. Dan heb ik hier wat bakdingen. Ook om ontbijtjes mee te maken die ik gewoon klaar kan zetten. Die ze gewoon mee kunnen grijpen, weet je wel. Red velvet koekjes. Scones, muffins, wafels en kleurige koekjes. Geen idee. Homemade vind ik wel een fijn merk wat dat betreft. En dan hier is mijn koffielekbakje. Ik heb veggie wraps. Wortel, tomaat en biet. Oh, ik heb een zakje ranch mix. Dan heb ik 1, 2, 3 keer tortilla wraps. Want die neemt best wel mee voor lunch. Ik heb hier nog appelmoes. Een fles Sprite. Ik heb verder geen drinken gekocht. Want dat halen we bij de macro het weekend. Een grote karton melk voor Wessel. Hierachter nog Campina Quark voor Wessel. Een room, Alpro kookroom. Ik denk dat dan alles, dat ik alles gescand heb, ik hem weer aangezet. Gescand en gezien heb wat ik heb gekocht. Nou moet ik eens in de koelkast en de vriezer zien te krijgen. Nou, dit waren de boodschappen, zeg maar, voor jullie. Dus ik ga ook wat een receptje in juni plaatsen. In ieder geval de koekjes met de pindakaas daar. En dan misschien dat ik nog wel een keer wat probeer en dat ik dat online zet. Ik wil daar iets meer aandacht aan besteden. Maar nou ja, dit waren onze boodschappen voor de maand juni. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Doei!